Voilà, nu is het normaal in het opnemen. Ik hoop dat dat een uur, in dit geval, nee, nu is het nog maar 3 kwartier, dat dat drie kwartier kan opnemen. Goed, dus we gaan voor u, Renick, herhalen. Ah ja, voor u is het geen herhaling, voor de andere wel. Ja, want het doet, hè, want de vorige keer was ik er niet, hè, vrijdag. Nee. Maar dat was de rest er wel, hè? Ja, Ja. dus voor u is het. Dus We hebben ik nu heb zelf die zelfstandig geprobeerd. brengst, dit is voor mij helemaal. Ja, Dacht, hij heeft dat dacht. ook afgeprint. Ik heb dat Want heb ik je heb dat dat hier nu ook. gestuurd? Ja. Ik had dat ook afgeprint. Zeg, ik zal dat een keer printen. Ik heb dat Hier, ik had dat ook gedaan. afgeprint. Ah, voilà. Want dit is voor Dat is de mij. quintessence, ja, Dat dat is is nogal Chinees. helemaal Chinees. Helemaal Chinees. Maar het principe van de toonladders, was dat duidelijk? Wacht, ik zal nog een keer. Ik ga het nog een keer anders uitdelen. Dus we hebben twee toonladders, een grote terttoonladder en een kleine terttoonladder. Ja. Wacht. Ik ga dat hier dat schemaatje nog een keer bij pakken. Heb je dat Ja, ook dat heb afgeprint? ik Ja, hier zo. ja, Ja, ja. oké, voilà. Dus Goed. binnen de grote terttoonladder, ze noemen dat de grote terttoonladder omdat de belangrijkste interval daarin is de grote tert. Kijk, hier van onder zie je de toonladder van Do groot, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En je hebt hele noten, of ja, hele tonen en halve tonen. Dat is een combinatie van hele en halve tonen. Dus een hele toon is hetzelfde als een hele seconde. Dus dat is het interval dat we zien, grote en kleine seconden. Ja, Zien. weet ik nog. Dus we beginnen like, van Do naar Re. Dat is de hele toon, omdat je de Je hebt er nog een noot tussen. Hè? Als ik hier mijn dingen erbij pak, Ja, dus dat is hier een ja. Do. Ik ga het volume wel luider Dus zetten. die zwarte die daartussen zit. Ja, dat is dan die kleine seconde die wordt overgeslaan. Van Do naar Re. Wacht, hè. Zo. Hier, dat is de centrale Do. Van Do gaan we naar Re. Zie je? Dus die zwarte toets, die halve noot slaan we over. Die slaan we over. Dus dan is dat een hele seconde of een hele toon. Even verwijderen. Van Do naar Re. Allee, we moesten naar elkaar invullen. Ik ga het hier invullen. Do naar Re. Do, Re, Mi. Dus van Re naar Mi is ook een hele toon. Omdat in deze slaat je over. Ja, daar zit die zwarte toets tussen, die slaat je over. Ja. Ik ga ze eerst allemaal een keer uitschrijven. Gewoon groot, Do. We slaan een zwarte toets over, dus dat is een hele noot, een hele toon. Terug eentje overslaan, dat is weer een hele toon. Tussen Mi en Fa zit er geen toets, ja? Dus dat is direct een halve toon. Ja? Van Fa naar Sol is ook een hele. Van Sol naar La, ook een hele. La naar Si, ook. En van C naar Do is terug een halve. Ja, dus we hebben. Nog een keer. Dus we hebben een halve, een hele halve. En dat staat dus in dat schemaatje. Ja. Hele toon, halve toon, hele halve. Dus dat is voor de majeur toonaard. Majeur, Do Majeur groot. is de grote Ja, terts. Dat dus is hetzelfde die als grote dan. terts, ja. Omdat like die Do van Do, wat is dat hier dan? Antivirus, ja, moet ik even mee wachten. Die Do naar Mi, dat is die terts. Grote terts, want dat is een hele toon plus hele toon. Bij mineur is het hele toon plus halve toon. Dat zou dan Mi mol zijn, als we ze weten. Dat is het schemaatje van een majeur toonladder. dat geldt voor alle majeur toonaarden. Dus nu zijn we begonnen op Do, dus Do groot. Maar als we nu bijvoorbeeld op Sol gaan beginnen, Sol groot, dan geldt ditzelfde principe. Ah ja. Dus nu kunnen we dan een keer toepassen op Sol. Schrijven naar Sol. Dus nu moeten we zeggen, wat ik heb zo gedaan, ik ga dan een keer weer verwijderen. Op Sol. Dus we volgen dat principe. Een hele noot op Sol. Dat is voor u.
oefening. Dus een hele noot op sol. Sol la. Sol la, ja. Ja, dus dus. En hier nog een hele. Een hele toon. Si. Si. Goed. Nu is een halve. Halve toon op si. Do. Gewoon de do, ja. Ah, dat is een, ah ja. Ja, ja, dat moet je daar aan zien. Oké. Okay. Ja, dus als we kijken. Sol la si do, ja. Ja, en nu is het weer hele, hele, hele. Dus drie hele noten nog. Dus op do. Hele noot op do. Dus ja. Re. Re. Ja. Mi. Mi. Goed. Nu, goed nadenken. Het is nog een hele noot stijgen. Op mi. Mi. Dus als je... Nu zitten we hier op de mi. Als je nu eentje stijgt... Wacht, hè. Is de fa. Ja, de fa. Maar dat zou een halve noot zijn. Van mi naar fa is een halve noot. Maar het is een hele noot. Dus je moet nog een halve noot stijgen. Hm? Dus we zitten op mi. Mi. Moet eigenlijk twee halve noten stijgen, hè? Om een hele noot te hebben. Ja. Dus, mi, fa. Sol. Geen sol. Het zit er nog tussen. Een, een ja. Kruis. Ja, een kruis. Een kruis, voilà, ja. Dat is ja. De, addertje, het addertje onder het gras. Het is deze. Fa kruis. Fa kruis. Dus we beginnen op re. Hele noot op re is mi. Hele noot op mi is fa kruis. Ja, want je slaat dan die, moet nog een noot tussen zitten. Aha. Deze moet overslaan. Van mi naar fa kruis. Goed, super. En dan is nog een halve noot. Een halve noot op fa. Dat is gewoon één. Sol. Gewoon de som. Ja. Goed, voilà. Maar eigenlijk moet je de toetsen daarbij zien, of niet? Ja, het is handiger om ze te zien en dan mee dat ik dat er hier op zet. Ja, ja, ja. De sol. Dus ja. Ja. Daar waar geen zwarte toets is, is het, doe je sowieso een halve. He? Ja. Is dat een halve? Dat er geen zwarte toets is, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, tussen mi en fa, mi en fa, tussen mi en fa zit er niks. Okay. Dus dat is, mi en fa is sowieso een halve. En ook tussen si en do zit er niks, dus dat is ook, si en do is een halve noot. Ja. Dus dat is nu sol groot. De toonorde van sol groot. Sol groot, en dat is dus ook... Majeur. Majeur. Een grote terts. Een grote terts, maar sol. Ja, okay. Dus dat, we zijn nu op sol ja. Begonnen, en dat schemaatje gevolgd. We hebben nu sol groot, wat staat er nu weer? Ah, dat is waarschijnlijk de reclame van... Nee. Special Offering Spire. Norton Antivirus. Ja. Goed. Nu, de volgende stap is... Dus als er een liedje in sol groot staat, in sol majeur, dan gaat er ook een voortekening zijn. Dus de nieuwe grip, voortekening, dat wil zeggen, aan het begin van hier, aan de solsleutel, naast de maatsoort, ook wel tussen de maat, tussen de solsleutel en de maatsoort staat, gaat er hier al een kruis staan. Dus in solgroot komt een fa-kruis voor. Dus om te vermijden dat we telkens bij de fa een fa-kruis moeten schrijven, gaat er aan het begin al een fa kruis staan, ik ga dat een keer doen. Dat is in deze. Voilà. Ah ja. Zo. Dus elke keer als je daar een fa hebt, ja. Want het staat op de lijn van de fa. Ja. Klopt hè? Ja. Oké. Okay, dus ja. Nu moet je geen fa kruis hier meer schrijven. Het staat hier van voor, dus dat wil zeggen, alle fa's die je gaat tegenkomen zijn automatisch fa kruis. Hm? Oké, okay, ja. Voilà, super. Dat is de sol. Dus we zijn begonnen met do. En nu zijn we met sol begonnen, dat heeft de reden. Bij do groot, die heeft geen kruisen of mollen, dat is hier leeg van voor. Ja, ja, oké. Okay. Nu gaan we bij sol, die heeft één kruis. Sol. En do en sol, dat is een kwint. Okay. Nu komt die kwintencirkel erbij. Ah, dat is dan dat ja. Hier. Ja. Ah, hier heb je nog zo'n briefje bij daar, hè? Kijk. Ja. Is dat? Ja, wel. Ik ga het er hier een keer bij pakken. Dus hier, we zijn hier do majeur. Een keer in doen. Ja, dus dat heb ik vorige keer gedaan met hem. Dus die hele, hele halve. Hele, hele, hele halve. Heeft geen kruisen of mollen, geen kruisen, dus niks. Dan sol. Sol. Ja, van do naar sol, dat is een kwint. Do, re, mi, fa, sol. Dus op je vingers telt, dat is vijf. Een kwint. Vijf, ja. Sol majeur, komt de eerste kruis erbij.
Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Oké? Dan, als we weer een kwint stijgen, een kwint op Sol. Sol, La, Si, Do, Re. Ja. Re. Dat is de volgende. Komt er nog een kruis bij. Abon. En zo gaat dat, ja, daarom die kwintencirkel. Telkens als we een kwint opschuiven naar rechts, komt er telkens een kruis bij. Dus telkens als er vijf stappen zijn, hè, dan komt er een kruis bij. Dus hier, ik ben begonnen, we zijn dan op, hier beginnen we dus op rij. Dan kan dat niet aan het klikken. Dus ik kan nu al met, ja, ben een beetje sneller aan doorheen aan het gaan. Nee, dat moet doen. Als ik het principe, je kunt volgen, hè, wat is dat? Beetje, ja. Dus dit betekent dat zowel bij de fa als bij de... De fa die blijft staan. De fa... En de do-kruis komt erbij. Maar kijk, we gaan een keer... Dus we beginnen op re. Nu. Dus we gaan weer dat schemaatje toepassen. Hele halve. Hele halve. Hè? Dus hele noot op re. Hè? Ja, is een win op re. Een hele noot op re. Stijgen een hele noot. Van hier. Mi. Ja. Nu is het weer een hele noot. Hele. Dus een hele noot op mi. Halve. Dat is dan een vakkruis. Dat is dan een vakkruis, ja. Ik ga hem even. Ja. Mi. Ja. Hier zitten. Ja. Ik ga het nog een keer bijzetten. Vlak thuis. Oké, nu is het een halve noot. Hele halve. Een halve noot op fa. Dus sol. Ja. Sol. Ja. Vaak sol. En dat is die zwarte fa. Gaan we naar de sol. Sol. Fa. En naar de sol. Oké, nu zijn het drie hele noten. Dus een hele noot op sol. La. Oké. Okay. Nog een hele noot op la. Si. Si. Oké, okay. Nu goed nadenken. En dan gaan we die si. Ze zijn op si. Een halve noot zou door zijn. Kruis. Do-kruis. Zo-kruis. Voilà. Ja. En dan weer een halve noot. En re. Dus je eerste en je laatste noot zijn altijd dezelfde noten. Hè? Re. Ja, dus je ziet twee kruisen, fa-kruis en do-kruis. Ja? Dus de voortekening, dus om te vermijden dat we telkens fa-kruis en do-kruis moeten schrijven, gaan we onze voortekening veranderen. Dus met gewoon twee kruisen aan de voortekening, dat mag dan weg. Voilà. Dus de eerste fa, dan de do. Dat mag weg. Zo. Re, mi, fa, sol, la, dus re, mi, fa, kruis, sol, la, si, do, kruis, re, twee kruisen. Voilà. Dus als we nu weer een kwint gaan opschuiven, naar rechts, dan komt er nog een kruis bij. Dus een kwint, ik ga die kwintcirkel dan bijpakken hier. Even terug. Wacht, dan moet ik even naar de map met de kwintcirkel gaan. En deze. Voilà. Hier staat hij ook nog een keer. Dus we beginnen van boven. Dus je begint met de dat is je voortekening. Dat is je voortekening. Ja, hetgeen dat er aan het begin van de van muziekstuk zal staan, van welke kruis dat is. Dus geen, do groot, do majeur heeft geen kruisen. Hè. En dus we schuiven een kwint op naar rechts. Dus de rechterkant, de rechterhelft van de cirkel zijn de kruisen. Heb je nog de mol? Ja. We beginnen met de kruisen. Do majeur. Een kwint op do is sol. Die heeft één kruis, de fa. Huh? Ja. Dus schrijven we weer een kwint op. Dus een kwint op sol is re. Heeft twee kruisen. Dus die fa die blijft staan. Komt nu een tweede kruis bij, de do. Mm-hmm. En je moet nu ook rekening houden. Dus die fa en die do, dat is ook een kwint. Dus dat moet ook onthouden. Dus de eerste kruis is een fa, die tweede kruis die erbij komt is een do. En dat op zich is ook een kwint. Verschil. Zo, dat is ook een methode om het
te onthouden vanuit de volgorde van de kruisen. Uh-huh. Dat is niet willekeurig, dat heeft ook tussenuit zijn ook allemaal kwinten. Zeg maar, wat is het toen altijd? Dat is wel heel een uitgevaarsteen. Tja. Dat is niet goed. We zijn dat virus met zich meegebracht hebben, dat programma, die Freecam. Daarnet was dat nog een beetje heel, hè? Ja. Nu is het, stond het rood. Ja. Ja, hè? Ik hoop dat. Ik heb nog een andere laptop in het geval, mocht die crashen. Allee, ik heb heel veel laptops thuis liggen. En ik heb alles op mijn harde schijf staan, dus. En hoe zou dat erop komen door dat? door dat programma te gedownload hebben, zeg eens. Ja. Althans, ik heb al een paar testen mee gedaan en er was nog niks mee gebeurd. Misschien mag het nu langdurig. Ik wil wel een keer testen wat die nog een top neemt. Dus ik ga even stoppen.